Goedemorgen, althans, het is morgen dat ik het opneem. Misschien als jij het kijkt is het al lang avond. Maar ik plaats regelmatig, gelukkig regelmatig, in onze tradingclub, onze gratis tradingclub op Telegram, Trading Dutch Free, resultaten vanuit onze VIP-groep. Nou, de VIP-groep, dat zijn mensen die de masterclass hebben gevolgd, die het systeem hanteren wat ik onderwezen heb. Zodat de neuzen dezelfde kant op gaan. En uiteraard geven ze daar ook een eigen draai in. Hè? Want je moet het je eigen maken en doen wat bij je past. Maar in die VIP-groep worden regelmatig targets gehaald. En delen we natuurlijk met elkaar. Naast dat we nieuwe munten met elkaar delen. En mogelijke kansen en dat soort dingen. En die resultaten die plaats ik vaak ook even in de gratis groep. Nou, daar ben ik natuurlijk enorm trots op. Maar nu gisteren. Zag ik twee wijze lessen die ik even met je wil delen. Ik zal eerst het resultaat laten zien van een van de leerlingen in de groep. Hier is die, deze heb ik zo gedeeld. Ik doe altijd eventjes de namen wegkrassen, omdat dat gewoon niet netjes is als ik die deel. Als ze het zelf doen is het helemaal prima. Maar als ik het doe, dan haal ik het altijd even weg. Nou, hier is een enorm goed resultaat. Dus dit is echt super bijzonder. 235%. Nou, dat zijn echt de krenten uit de pap. Maar wat ik wil zeggen waar het om gaat, is dat je vooraf die targets bepaalt. Hè? Er zijn heel veel mensen die passen de koop-en-hoop-strategie tussen en die zien dat ding omhoog gaan en ze knipperen twee keer met hun ogen en hij is weer ingestort en ze hebben geen winst genomen. Omdat je nooit weet dat dit gaat gebeuren, zie je al hier onderaan een eerste target staan. En je ziet hier een tweede target staan, een derde target, een vierde target, een vijfde target, een zesde en een zevende. En deze zevende is gewoon geraakt. Nou, waarom het zo belangrijk is, omdat eigenlijk een aantal minuten nadat dit target is geraakt. Dit is dezelfde. Even kijken. Is die gewoon weer enorm ingestort. Als je geen target hebt geplaatst. Die orders staan niet klaar. Dan mis je gewoon inkomsten. En dat is wat je niet wil natuurlijk. Je gaat niet zitten hopen tot die verder omhoog gaat. En dan, nu gaat hij beneden. En dan, ja, dan verkoop je. Maar dan weet je gewoon niet waar je mee bezig bent. Je hebt een plan nodig. Vanochtend hoor ik ook zo'n mooie uitspraak. If you fail to plan, you plan to fail. Denk daar maar eens over na. Even kijken. Dus het is heel belangrijk om die targets te plaatsen. Dus dat was les 1 die ik voorbij zag komen. Die ik even graag met je wil delen. Want voor hetzelfde geld keert de markt een keertje om. Kijk, het is nu op dit moment wel allemaal bullish. Hè? Dus heel veel mensen denken bij zichzelf van zo, het gaat lekker. Ik kan best wel goed traden. Nou, geloof me, als je geen plan hebt, kun je gewoon niet traden. De markt gaat gewoon omhoog. En dat is heel wat anders. Als je dadelijk weer tegen je keert, dan geloof me, dan verlies je nog veel meer dan dat je nu gewonnen hebt. Dus, maar dat even terzijde. Dus je zag heel netjes en duidelijk dat plan. Hè, met al die targets, je instapmomenten, je stoploss die mee verplaatst is, et cetera, et cetera. Dat is oh zo belangrijk. Want, nou ja, hè, zijn target zat hier bovenaan ergens. En daarna was een paar minuten was de candle rood. Nou, ergens vannacht is hij ook weer bijgetrokken tot een groene candle. En hier is hij weer rood. Ja, wat hij nu gaat doen, misschien gaat hij verder naar beneden. Maar dat maakt eigenlijk niet meer uit, want je hebt al je targets al gepakt. En daar gaat het om. En wat ook leuk is om te melden, dat dit echt een hele bijzondere munt is. Want kijk naar dat percentage. En nogmaals, blijf met beide voeten op de grond staan. Dit is niet om je rijk te laten rekenen, want de meeste trades zijn normaal. Maar dit is echt eentje die vanaf oktober gewoon 1700% is gestegen. Nou, en als je lekker aan het traden bent en je plaatst regelmatig trades, dan zitten er zo nu en dan dit soort trades bij. En dat is natuurlijk hartstikke lekker. Nou, het andere voorbeeld wat ik met je door wilde nemen is ApeCoin. Die heb ik een tijdje geleden heb ik die in de groep geplaatst. Mogelijk potentiële kanshebber, omdat die al heel lang zijwaarts gaat en de potentie is heel hoog. En dat laat ik hier ook zien. Dus de potentie is, er is voldoende handelsgeschiedenis, voldoende handelsvolume. Je moet altijd even het handelsvolume op je eigen exchange bekijken, hè, want het gaat per exchange. Als jij het handelsvolume, het totale handelsvolume bekijkt op CoinMarketCap, en dat is een paar miljoen. En je gaat vervolgens naar KuCoin toe als je daarop handelt. En dan kan het zijn dat hij daar op een paar duizend staat. Dus dat moet je altijd even checken. Dat kan je ook via CoinMarketCap doen. Nog een les. Wat veel lessen in deze
video. Maar even kijken. En dan zijn er mensen die, en dit is een hele belangrijke les, die denken van, hier, die candle, je ziet dat de staart, of de neus is dat, de wick, hier bovenuit is gekomen. Dus hij heeft de high van deze dag doorbroken. Er zijn mensen die gewoon instappen, die denken, hé, een breakout, instappen, boem, en dan gaat het omlaag. Nou, de les hiervan is dat lange candles op een marktstructuur heel vaak geen kans van slagen hebben. Die gaan er niet doorheen. Wat je nodig hebt is het opbouwen van druk. Hè, wat is het opbouwen van druk? Dat is bijvoorbeeld dat er een candlestick patroon ontstaat. Dat noemen we de ascending triangle. Waar de prijs zo boem er tegenaan gaat. Nog een keer er tegenaan gaat. Nog een keer er tegenaan gaat. Maar wel steeds dichterbij komt. En als die dan uitbreekt, dan heb je veel meer kans dat die slaagt. Dus in dit geval is ook gebleken dat het niet is gebeurd. En dat heeft er ook mee te maken dat dit hoogste punt, dat is een target van heel veel mensen die long gegaan zijn. Die erin zitten vanaf hier en die nemen hier allemaal targets. Nou, en vervolgens zie je dat die targets de prijs omlaag drijven. En dat is ook een instapmoment voor shorters en die zorgen dat de prijs nog verder omlaag gaat. Dat is gewoon hoe het werkt. Dus ik had hem aangekondigd, ik ben gisteren ook niet ingestapt, ook al heeft hij hier een soort van breakout gemaakt. En lange candles op de marktstructuur is doorgaans een fake-out. Nou, er zijn genoeg voorbeelden te vinden in de recente markt waarbij zo'n uitbraak ineens, hè, als we die vorige nemen, zo'n uitbraak ineens toch enorm hoog gaat. Dus met de theorie die ik je net vertelde, mis je dan kansen? Ja. Maar zo moet je niet denken als trader. Want dat is emotie. Je doet het voor de lange termijn. En als je op deze manier gaat gokken, is het dan, van ik ga toch mee, hè, dat je niet gaat zoeken naar de trades die echt een duidelijk verhaal vertellen. Dat je echt een edge hebt. Als je niet weet wat een edge is, kijk dan maar eens even op mijn website tradingdutch.com/begrippenlijst. Zoek even op wat een edge is. Maar je hebt een edge nodig om dat te doen. En dan kan je wel zeggen, zeker in deze markt, van ja, zie je wel, heel veel trades die gaan omhoog. Maar ja, op de lange termijn ga je het gewoon op die manier niet redden. Dus ja, ik mis trades, omdat ik niet instap op dit moment. Deze had ook uit kunnen schieten naar boven. En dan had ik hem gemist, ga ik door naar de volgende. In dit geval is de theorie exact zoals de theorie is. Lange candles op marktstructuur, weinig kans van slagen. Dus we gaan hem uit laten spelen. Het is nog steeds een hele mooie trade. Of die hier lager komt en hier support vindt, is een mooi instapmoment. Als die hier zijwaarts spreekt en misschien wel dat ascending triangle gaat opbouwen en daarna uitbreekt, is een mooie kans. Dus hij blijft op mijn monitorlijstje staan. Die ik overigens helemaal heb opgeschoond. Zoals je ziet, er staat op dit moment maar eentje op. En ik ga weer verder zoeken om die lijst langer te maken. En dan gaan we kijken wat deze doet. Maar dit zijn de lessen van vandaag. Dus ik hoop dat je er iets aan hebt. En bekijk je deze video niet in de Telegram groep Trading Dutch Free, kom dan even naar die groep. Daar zitten allemaal mensen die interesse hebben in traden. Een hele leuke club van mensen. Er zitten mensen met meer kennis in. Er zitten ook met mensen met kennis in bijvoorbeeld minen of andere zaken. Dus weet je leert daar enorm veel van. En het is belangrijk om een soort ritme te creëren. Net als dat je een business opzet om het traden tot je eigen te maken. Ja, en dat doe je onder andere door te netwerken. En dit is een van de manieren om daar om dat te doen. Dus ik zie je in de Trading Club, Trading Dutch Free op Telegram. En verder wens ik je een hele fijne dag. Hoi!